Hallo familie, mijn naam is Rutger en welkom bij deze gloednieuwe blauw versus rood challenge. In deze video ga je zien hoe ik de hele dag alleen maar blauwe of juist rode dingen moet eten of doen. Alles wordt bepaald door het wisselen van de rode en blauwe Nintendo Switch Joy-Con controllers. Lukt het mij om dit de hele dag vol te houden? Laat je support nu zien door deze video met alle andere Furzy-kijkers 20.000 duimpjes omhoog te geven. Ja, want als we onze krachten bundelen, dan weet ik zeker dat het ons gaat lukken. En laat in de reacties weten, stel je voor je moet nu iets roods eten. Wat zou je dan eten? Laat het weten in de reacties, want de meest originele antwoorden ga ik belonen met een hartje. Zoals ik net al zei, bepalen vandaag de Joy-Con controllers mijn dag in deze blauw versus rood challenge. Deze video wordt namelijk mede mogelijk gemaakt door Nintendo. Vanaf nu is namelijk de nieuwe grappige en spannende game Miitopia voor de Nintendo Switch verkrijgbaar. En in deze game kun je helemaal zelf de hoofdrolspelers maken en bepalen. Dit ga ik jullie zo meteen allemaal laten zien, maar niet voordat we eerst een blauw of rood ontbijt hebben gescoord. Wordt het een blauw ontbijt of een rood ontbijt? Dat gaan we nu zien. Ik doe mijn ogen dicht en ik hussel de Joy-Cons door elkaar. Het wordt deze. Oh jee, een blauw ontbijt? Dat wordt heel moeilijk. Maar ik heb geen keus, we gaan naar de supermarkt. Op zoek naar blauwe eetbare dingen. Wat zit jij hier eng achter me als een spook in het licht? Wel een heel lief spook, hè? Mwah. Een blauw ontbijt, dat wordt echt heel erg lastig. Maar niet onmogelijk, laten we kijken. Ik denk dat het me nog best aardig is gelukt om een blauwe ontbijt te scoren. Ik heb hier namelijk een blauwe donut, blauwe bessen en blauwe snoepjes. Om het nog iets gezonder te maken heb ik ook een blauw fruitsapje gevonden. Het zit een beetje tussen blauw en groen in, maar de naam is in ieder geval Blue Spark. Dus ik reken hem goed. Eet smakelijk. Een donut bij je ontbijt is niet eens zo'n heel slecht idee. Toevallig is de blauwe bes één van mijn favoriete fruitsoorten, dus dit is ook geen straf. Ze zijn echt wel lekker. Hier zit ik alleen iets minder op te wachten. Geen aanrader zo op de vroege ochtend. Dit drankje is wel mijn redding hoor. Ik eet het nog eventjes verder op, dan gaan we daarna op avontuur in Miitopia. Oké, ik ben helemaal klaar om aan mijn Miitopia-avontuur te beginnen. Kies een Mi voor je personage. Als je er al een hebt, kun je er een selecteren, maar ik ga een nieuwe maken. In dit menu kan ik alles aanpassen, maar ik heb eigenlijk geen idee hoe ik er ook weer uitzie. Ik wil hem zo goed mogelijk namaken. Ja, ik ga jullie meenemen naar de spiegel. Ik moet het gewoon echt zeker weten hoe ik er ook weer uitzie. Oké, welke vorm heeft mijn hoofd? Niet deze, ook niet deze. Dit is te rond. Ja, ik denk deze. Met natuurlijk een stoppelbaardje. En dan het kapsel. Wow, er zijn zoveel mogelijkheden. Ik maak de kleur iets donkerder. Wat heb ik voor wenkbrauwen? En dan de neus. Ik maak een lachende mond, want ik lach gewoon heel veel. Hij begint al behoorlijk te lijken. En ik maak mezelf heel lang, aangezien ik 3,8 meter ben. En nu moet ik mijn lievelingskleur kiezen. Ik ga deze gewoon husselen, want ik kan niet kiezen tussen rood en blauw. Het wordt deze. Blauw. Als 2 druppels water. En het leuke is, er is een gratis demo van Miitopia beschikbaar die je kunt downloaden in de Nintendo eShop. En als je dan deze toegangscode invult in de game, dan kun je mijn Mii downloaden en zit ik gewoon in jouw avontuur. Oeh, welke persoonlijkheid heeft Rutger? Ik kan niet anders zeggen dan dat ik chaotisch ben. Kijk, nu gaat het avontuur echt beginnen. Het verhaal gaat dus over Miitopia, een vredig land. Maar er komt plotseling een kwaadaardige schurk die de gezichten van de inwoners heeft afgepakt. En aan ons is het de taak om deze gezichten weer terug te krijgen op de Mii-lichamen van degene van wie het is. En deze gezichten zitten op allerlei monsters die wij moeten verslaan. Als je de monster verslaat, krijgt diegene zijn gezicht weer terug. We gaan op weg naar de beginnersvlakte. Oh, kijk dan. Dit is de cast van de game, maar het leuke is dus dat je al deze Mii's helemaal zelf kunt bepalen. Oh, ik ga echt al mijn vrienden, nou het zijn er niet zoveel, maar de vrienden die ik heb, die komen in dit spel. Een bezorgde moeder, nou dan ga ik gewoon mijn eigen moeder namaken. Oeh,
Wauw, dit is toch sprekend mijn moeder. En we moeten nog een vrolijk omaatje samenstellen. Dat wordt natuurlijk... Oma Miep. Nou, ook weer sprekend. En zie hier mijn beste vriend Richard. Hij is burgemeester in het verhaal. Mijn goede vriendin Dionne. En beste vriendin Denise. Kijk dan jongens, ik heb een hele leuke cast voor dit avontuur. En we zijn begonnen. Kijk, hier hebben we Dionne. En daar hebben we oma Miep. En hier links van me staat nu mijn moeder. Oh, dit is zo grappig. Burgemeester Richard stuurt ons op avontuur om de wereld te redden. Oké, ik word aangevallen door twee monstervlinders. Maar wacht, er is hulp onderweg. Kies een Mie met wie je wilt reizen. Oké, ik denk dat ik wel weet wie dat moet gaan worden. Hallo! Dat wordt Thomas natuurlijk. Oké, even goed kijken hoe jij eruit ziet. Nou, ik hoop dat je net 6 jaar wel weet hoe ik eruit zie. Ben je het er zo mee eens? Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Mooi. En nu mag je nog een klasse bepalen. Dus wat voor soort Mie ben je? Ben je een krijger, tovenaar, priester, dief, popster of een kok? Ik ben al een tovenaar. Oh, ik wil de tovenaar zijn. Dan ben ik de popster. Kijk, dat ben ik. Oh, wat erg dit. Ik ga zo verder met het avontuur. Ik ga eerst een blauw of rood drankje drinken. Wat wordt de kleur van het drankje? We husselen ze weer helemaal door elkaar. En het wordt... deze. Oh, niet weer blauw. Op zoek naar een blauw drankje. Hier zie ik alleen nog niks. Dit was het enige blauwe drankje dat ik nog kon vinden in de supermarkt. Dus ik zou zeggen, proost. Hier was ik wel eventjes aan toe. De lunchkleur, daar gaat hij. Deze. Oh, rood. Eindelijk iets anders dan blauw. Een rode lunch, dat moet echt wel iets makkelijker zijn dan een blauw ontbijt. Kijk, een rode romige tomatensoep. Zie hier mijn compleet rode lunch. Ik heb een appel, tomatensoep, aardbeien en watermeloen. En als klap op de vuurpijl iets dat ik helemaal niet lekker vind, tomatensap. Ugh. Maar de rest is gelukkig wel heel erg lekker. Alleen, ik denk niet dat ik de enige ben die dit heel erg lekker vindt. Paco is namelijk gek op aardbeien. Oké. Zo lief. Zo voorzichtig pakt ze dat dan. Heel slim, Paco, om als echte sneeuwhond midden in de zon te gaan liggen. Maar geniet ervan. Eet smakelijk, Paak. Ik wou dat ik zo lang met een aardbei kon doen. Oh, daar gaat hij. Het avontuur gaat nu echt beginnen. Thomas heeft zich bij ons aangesloten. Tijd voor ons allereerste gevecht. Oké, we moeten 2 rotsmotten verslaan. Ik ben een tovenaar, dus ik beschik over onder andere een vuuraanval. Daar ga ik. Wow, die is heel krachtig. Thomas wordt aangevallen, maar hij pakt de vlinder terug. En ik maak de rotsmot af. Team Rutger heeft gewonnen. Alles loopt op rolletjes. Ik ook. Oh, dat is zo droog. Ik ben bijna aan het einde van mijn Latijn. Wacht, wat is dat? We hebben een herberg gevonden. Kijk, daar is de herberg. Hier kun je uitrusten door je Mies in een kamer te zetten, maar als je 2 Mies op dezelfde kamer zet, dan wordt hun vriendschap verbeterd. En dat zorgt er weer voor dat ze beter kunnen samenwerken in het spel. Vanuit de herberg kun je ook uitjes doen. En dat verbetert ook de relatie van je Mies. Dus laten we kijken wat we kunnen gaan doen. Oeh, we kunnen gaan koffieleuten. Nou, dat is leuk. Dat is ook echt iets wat wij heel vaak doen. Zullen we een kop koffie gaan drinken? Kijk, we zijn aangekomen bij een koffiezaakje. Wat neem jij? Misschien dit en dit en nog veel meer. Mag dat zomaar?
Kijk, onze relatie is verbeterd. We hebben heerlijk samen koffie gedronken. Weet je wat? Ik vind dat Thomas en ik nu in het echt precies hetzelfde uitje moeten gaan doen. Want je hebt net kunnen zien wat het wel niet met de band doet. Thomas, wat ontzettend leuk dat je mee wilt bij dit uitje. Ja, ik hoorde dat het goed was voor onze band. Ja, dat klopt inderdaad. Niet alleen in Mythopia is dat zo, natuurlijk ook in het echt. Oké. Okay. Dus we gaan samen iets leuks doen. Wat het is, dat vertel ik zo meteen. We moeten eerst even bepalen wie er van ons gaat rijden. We staan hier bij onze auto's en heel toevallig heeft de een van ons een rode auto. Dat is die van Thomas en ik heb een blauwe. Gaan we met de rode auto of met de blauwe? Thomas, aan jou de taak om de Joy-Con controllers achter je rug te houden. Hussel ze goed. Oké. Ja, zij gehusseld. Dan wil ik zien wat er in jouw linkerhand zit. Dat wordt de kleur. Rood. Dus ik moet rijden? Jij moet rijden en we gaan met jouw auto koffie leuten. Oh, nou, dat is prima. Dat is het uitje. Maar jij betaalt de accu, hè? Wat dan leger wordt van mijn auto. Oké, dat is goed. Dat is goed. Dat is goed voor de band weer dit. Ja, leuk. Nou, wat een luxe dit. Leuk. Nou, daar zitten we dan. Lekker hoor. Onze koffiedate. Koffieleutdate, moet ik zeggen. Fijn dat jij het acteert. Ja, dat heb je wel verdiend. En dat is natuurlijk goed voor onze band. Zwemband. Nee, de band tussen ons. Oh, ja. Cheers. In Mythopia zaten we wel in een gezellig café. Maar ja, die zijn nu nog eventjes dicht. Maar in je auto zit ik ook wel lekker hoor. Gelukkig, mag ook wel. We kunnen natuurlijk gewoon de open haard hier aanzetten. Kijk eens eventjes. Gezellig hè? Onze koffieleutdate. Heel romantisch. Wij genieten hier nog eventjes. Cheers. Cheers. Paco mag nu gaan bepalen welke kleur het avondeten gaat worden. Ze liggen er helemaal klaar voor en Paco zit ook klaar. En doe maar! Welke wordt het? Oh, rood! Het wordt een rode maaltijd. Dankjewel, Paco. Heb jij ooit zo'n rode maaltijd gezien als dit nou? Het spat van het scherm af. Nee, nog nooit. Het is echt super rood. Ik heb daarbij deze rode bietenwraps. Alleen nu ik ze hier in het daglicht zie, zijn ze iets paarser. Maar reken je het goed? Ik reken het goed, want het heet rode bieten. Volgens mij wil er hier ook iemand een wrap, of niet? En als drankje heb ik deze fles met rode aardbei en waterbloem. Sap, frisdrank of wat het ook is. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Ik ben benieuwd of het lekker is. Het is wel lekker. Ja? Ik ben heel blij dat Paco niet blauw heeft gekozen. Want dit smaakt gewoon goed. Nou jongens, ik vind dat ik het best goed heb gedaan vandaag. Dat is zeker een applausje waard. Als je de video tof vond, laat het me eventjes weten. Geef zeker een duimpje omhoog. En als je ook Mythopia wilt proberen op jouw Nintendo Switch, dan kan dat helemaal gratis. Ga dan gewoon eventjes naar de Nintendo eShop. Dat is het derde icoontje. Zoek daar naar Mythopia, download de demo. Als je het tof vindt en je koopt het spel, dan kun je gewoon verder gaan op het punt waar je in de demo bent gebleven. Stuur daarnaast alle gekke screenshots naar mijn Instagram als je mij in jouw avontuur hebt geïmporteerd met deze code. Ik ben namelijk heel erg benieuwd. Als je nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal, doe dat dan even. Druk gewoon op de rode knop onder deze video. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie je gewoon volgende week donderdag weer met een nieuwe video. Maar tot die tijd, stay firmless. Doei doei!